Trump 2020, Keep America Great. Dat is de slogan. En de president voert ook al campagne. Maar hij is niet de enige. Heel veel Democraten melden zich aan. En de vraag die gesteld wordt aan iedereen die ooit wel eens iets politieks gezegd heeft, is. Are you running, stelt u zich kandidaat? Your name keeps surfacing as a presidential contender. What do you think about it? Want to give it a look after 2018? Your presidential plans for 2020. Het antwoord dat veel van die politici dan geven is nou, ik denk er nog over, ik kijk ernaar, ik praat er met mijn vrouw over, bla bla bla. Well, I'm thinking about it. I'm going to give it some long hard consideration. Uh, when when will you decide? At the appropriate time. I don't know. Oké, okay, laten we even doornemen welke democraten hoge ogen gaan gooien. Zoals je weet, moeten die eerst intern strijden om de nominatie van de Democratische Partij te veroveren. En dan pas kan een van hen het opnemen tegen Donald Trump. Wie staat er bovenaan in de peilingen? Bernie Sanders bijvoorbeeld, de 77-jarige senator van Vermont, zegt wij moeten een linkse Democratische Partij zijn. Alleen op die manier bieden wij tegenwicht aan Trump. Dan heb je natuurlijk Joe Biden, de vicepresident onder Obama. Die dacht, nou, Hillary Clinton gaat het winnen in 2016. Ik geef me niet eens op als kandidaat in die voorverkiezingen. Maar dit keer wil hij misschien wel. Ik hoor jou denken. Clinton zelf dan. Nou, elke week duikt er iemand op die ooit een keer met haar heeft samengewerkt in 1991. Die zegt zeker te weten dat ze het absoluut nog een keer gaat proberen. Ik weet het niet. Ik denk van niet, en daarbij ga ik af op wat ze mezelf vertelde, al is dat inmiddels wel een jaar geleden. And now, what's next for you? Are you going to run again? No, I'm not going to run again, but I am going to stay active in politics, and I am going to support causes and candidates that I believe in, that I I think can make a difference. Dan in de categorie veelbelovend senator Kamala Harris uit Californië. Democraten willen heel graag een vrouw verkiezen. En dan hebben ze in de Senaat heel veel te kiezen, bijvoorbeeld Amy Klobuchar uit Minnesota. En er is ook nog Kirsten Gillibrand, senator van New York, die een soort icoon is van de MeToo-beweging. Andere potentiële kandidaten, nou misschien nog een keer een zwarte man als president bijvoorbeeld, kies maar senator Cory Booker uit New Jersey of voormalige gouverneur Deval Patrick van Massachusetts. Een Latino anders misschien? Nou, minister Joaquin Castro, die uh, minister was onder Obama. Of anders een blanke man die klinkt alsof hij Latino is? Robert O'Rourke, die bijna senator was van notabene Texas en wiens bijnaam Beto is? Ja, Donald Trump is niet onder de indruk. Hij denkt dat hij herkozen zal worden, maar de kans bestaat. ...dat er iemand in zijn eigen partij opstaat die zegt... ...nee, niet Donald Trump moet in 2020 president worden. Ik moet president worden. Want net als bij de Democraten moeten de Republikeinen ook een voorverkiezing houden. En Trump moet dat zien te winnen. Nou, normaal gesproken haalt niemand het in zijn hoofd om een zittend president uit te dagen. Maar hey, Trump is niet zo populair. Bij de vorige midtermverkiezingen scoorde hij niet zo goed. Dus het kan zijn dat iemand opstaat die zegt... ...let's do this. Bijvoorbeeld, misschien, de voormalige gouverneur van de staat Ohio, John Kasich. Are you going to primary, Donald Trump? Well, you know, all options are on the table. But I can tell you this: I don't think I'll be fading away. De oprichter van zakelijk nieuws, Imperium Bloomberg, wil president worden. De oprichter van Starbucks denkt erover na. Want ja, denken ze, als Trump verkozen kan worden, dan kan iedereen president worden. Over andere rechtse tegenkandidaten wordt gefluisterd. De onder Republikeinen zeer populaire VN-ambassadeur Nikki Haley, bijvoorbeeld. Toen zij aankondigde eind dit jaar haar functie neer te leggen, barsten de geruchten los. Zozeer zelfs dat zij zich genoodzaakt voelde om zittend naast Trump te ontkennen dat ze hem ging uitdagen. Voor alle jullie die vragen over 2020, nee, ik ben niet voor 2020. Ik kan je be doing dat ik voor this one. Maar het feit dat zoiets al gezegd moet worden geeft wel aan dat de president enigszins kwetsbaar is. Uh, en er kan nog heel veel gebeuren voordat die voorverkiezingen plaatsvinden in januari 2020. Overigens aanstaande januari, in begin 2019, denk ik al dat de eerste serieuze kandidaten zich zullen gaan melden. Jawel, de strijd om het Witte Huis is losgebarsten. En op deze plek doen we daar blijvend verslag van. Tot zover deze Trump-update. Heel graag tot volgende week.